Floriant is verwikkeld in een felle strijd om promotie naar de derde klasse. De Boskopers verkeren in bloedvorm. Ze wonnen de laatste 5 wedstrijden op rij en zijn daardoor de 4e plek genaderd. Een positie die recht geeft op na-competitievoetbal. Dit is het begin en dat is beter dan je je kan wensen. De openingsgoal komt van Rens Blok. 4 minuten voor het einde van de eerste helft. En zo heeft Floriant de voorsprong ten opzichte van de nummer 6 te pakken. Floriant staat zelf 5e. Heeft een marge van 2 ten opzichte van de Rijswijkers, Celeritas. En die ploeg probeert in de tweede helft dus op jacht te gaan naar een gelijkmaker. Wiel hier een strafschop. Maar de aanvoerder krijgt geel voor mekkeren. Jergo Leidekkers krijgt hier een duwtje met de borst. Niet genoeg voor scheidsrechter Tim van Diest om de bal op 11 meter te leggen, maar dus wel om de captain van Celeritas te bestraffen. Floriant verdedigt een 1-0 voorsprong, maar kan uitbreken. Heeft hij heel veel ruimte voor Luc Speyer. Die moet het afmaken, maar hij stuit op doelman Hamig. En zo kan de coach van Celeritas hoop houden, Dennis Young. De Rijswijkers hebben het lastig, hebben hun handen vol aan de voorwaartse van Floriant. Zeker met deze ruimtes. En dit is een doorgebroken man. Invaller Shando van Herk wordt naar de grond gewerkt. Van Diest kan niks anders dan de bal op 11 meter leggen. Paasje is niet eens helemaal op maat van Dave Maaiaars. Maar van Herk gaat over de knie. Overtreding van Dylan Durbin. En dan kan Floriant de buit binnenhengelen. En dat gebeurt. Bruce Tol schiet de bal weliswaar niet onberispelijk binnen, maar wel afgemeten. Het past precies. Hamig kan er net niet aankomen met zijn hand. En de 2-0 valt 3 minuten voor tijd. Dus is de wedstrijd gespeeld. Wellicht dat Floriant nog aan het doelsaldo kan werken. Want Celeritas lijkt er doorheen te zitten na die genadeklap. Nog altijd is er ruimte. Maaiaars kapt zijn tegenstander uit. En dan kan dit er ook nog op bij voor de bezoekers. Een eigen doelpunt van de man die de strafschop zojuist veroorzaakte. Dylan Durbin. Zeer ongelukkig. En voor Floriant kan het niet op. 3-0. 6e overwinning op rij. En zo blijven de Boskopers zicht houden op promotie naar de derde klasse. Daarvoor moet het wel zich naar de na-competitie zien te spelen. 3-0 is de eindstand in Boskoop bij Floriant tegen Celeritas. En dus kunnen de Boskopers een overwinningsfeestje vieren. Een belangrijke overwinning en 3-0 winnen. En hardwerkend Floriant. En jij moet trakteren, want jullie hebben nu 6 keer op rij gewonnen. Ja, dat betekent dat we naar Sorbe de Griek in Alphen aan den Rijn gaan. En dat we daar ons buikje vol gaan eten. Dus dat wordt toch eventjes, denk ik, met schaamroep tot de kaken de dag erna kijken hoeveel er van de rekening af is. Nou, ik denk dat ik vooraf al een prijsafspraak maak met die toko. Dus dat is geen probleem. Maar die jongens hebben het verdiend. We hebben een afspraak, 6 keer op rij winnen en dan gaan we uit eten. Nou, dat betekent dus dat we uit eten gaan. En dat gaan we ook doen ook. En jij bent wel de man in vorm, hè? Want 3 keer op rij gescoord. 3 doelpunten in de maand maart. Ja, ik scoor wel, maar ik speel niet. Ik vind dat ik nog wel beter kan spelen eigenlijk, moet ik zeggen, in balbezit. Maar ik scoor wel, dus dat is lekker. Ik vond wel dat wij aan de bal meer hadden kunnen brengen. En dat hebben we wel verzuimd. Ik vind wel dat we te snel echt op de counter aan het voetballen waren. Terwijl we de ruimte hadden om ons positiespel te spelen. Dat hebben we niet gedaan. Maar ja goed, uiteindelijk loopt het zoals het loopt. Dat heeft ook een beetje met je tegenstander te maken. Maar er staat tegenover dat ze keihard gewerkt hebben. Ze wisten kost wat kost wilden ze deze wedstrijd winnen. Dat ging niet om het etentje, maar het ging erom dat we uit zwaar onterecht met 3-0 verloren hadden. En dat we het nu goed konden maken. En dat hebben ze gedaan. Perfect. Ja, en dan volgende week tegen Moerkapelle. Daar hebben jullie de vorige keer ook van verloren. Lijkt me een lastige wedstrijd te worden. Ja, daar hebben we nog wat goed tegen te maken. Eigenlijk vandaag ook hadden we ook nog wat goed te maken. En dit was dan een directe concurrent. Vorig jaar hadden we van Moerkapelle nog verloren. Dus hebben we ook weer wat goed te maken. Dus volgende 3 punten.